We zijn hier op Sporting Lokeren, die speelt tegen Zulte Waregem. En we zijn hier met Avanti Verstekenen. We mogen tijdens de pauze een matchje spelen. En ja, onze spelers zien er al heel de week naar uit. Ze praten er op school over en ze zijn echt heel enthousiast om dit te doen. Toen ik het veld opkwam, toen had ik een beetje kriebeltjes in mijn buik en de andere ook. Het was heel leuk en we zijn daar juist met het matchje gewonnen. We hebben doos tegengekregen en dat is geen erg. En er waren ook veel mensen in de jeugd zo. Ik vond het vandaag heel goed. Ze hebben een matchje gewonnen, ze hebben een matchje verloren. Het was 6 tegen 6, het was 5 tegen 5. De ervaring in zo'n stadion, dat is super voor iedereen. Ze zijn allemaal blij, ze zijn allemaal uitgelaten. Dat komen ze geen twee keer tegen. Het is fantastisch dat zoiets georganiseerd wordt. Ik vond het schitterend om mijn zoon zo bezig te zien. Ik denk dat zowel ik als al de andere ouders toch wel misschien meer zenuwachtig waren dan de kinderen zelf. En dat is, ja, hoe zeggen ze, once in a lifetime. Hè? Het was leuk om te zien voor mijn zoon een keer op een groot plein, een mooi plein, met een goede grasmat een keer te zien spelen. Hij was er al een ganse week naar aan het uitkijken. Hij was super zenuwachtig. Hij heeft dat tegen al zijn vriendjes op school verteld, dat hij op het plein van Lokeren een keer mocht gaan spelen. Dus hij was super fier.